goed te horen en is de presentatie goed te zien? Ja. Oké, prima. Nou, het sluit ook mooi aan op voorgaande presentatie. Nou, stikstof is natuurlijk duidelijk knelpunt. Ook deze week was het weer duidelijk het nieuws. Na de rapportage van het PBL. Dat eigenlijk geen, of in sommige delen van Nederland, eigenlijk geen standaardlandbouw zoals nu mogelijk is. Ook het CDA, die nu ook zegt van, nou ja, de veestapel moet inkrimpen. Je ziet eigenlijk dat op het droge dat stikstof daar een hele grote rol speelt. En dat was eigenlijk ook de aanleiding voor de factsheet. Dat de factsheet was eigenlijk, nou, we geven nu in het oppervlaktewater heel veel aandacht aan fosfaat de afgelopen jaren. Maar wat is nu eigenlijk de rol van stikstof? En dan gaat het in een maatschappelijke discussie gaat het dan nog vooral over de atmosferische depositie van stikstof. Maar in het oppervlaktewater heb je natuurlijk ook nog allerlei andere bronnen. Dus die atmosferische depositie is eigenlijk maar een kleine post. Nou, wat is nou het effect eigenlijk? Eerst, wat is de bronnenanalyse? Dat is dan het volgende punt. Van waar komen de bronnen nu eigenlijk? Van, wat zijn de bronnen waar stikstof vandaan komt? Nou, en daar zijn eigenlijk verschillende studies zijn er uitgevoerd. Er zijn landelijke studies zijn er uitgevoerd door het PBL. En er zijn ook een redelijk aantal regionale studies van delen van Nederland. En beide die geven eigenlijk aan dat ongeveer 2/3 deel van de stikstof, zeg maar, die naar de oppervlaktewater toe gaat, dat die afkomstig is vanuit het landbouwgebied. En dus vanuit de landbouw en dus vooral eigenlijk door uit- en afspoeling vanuit het landelijk gebied. En dat atmosferische depositie eigenlijk maar een kleine bron is. Nou, zoals gezegd, het is een landelijke studie en de regionale analyses die voorhanden zijn, die ondersteunen dit beeld. Dus ook op een regioschaal, dus delen van Nederland. Dan is het ongeveer 2/3 van de stikstofbelasting van oppervlaktewater is afkomstig vanuit de landbouw. Maar wel van belang, en zeker ook voor de formulering van maatregelen, is dat als je per waterlichaam wil kijken, dan zit er een hele grote variatie in. Er zijn sommige waterlichamen wat bijvoorbeeld 3/4 van de stikstofbelasting vanuit een afvalwaterinzuivering zou kunnen komen. Dus per waterlichaam varieert het sterk. Dat is ook heel belangrijk voor maatregelkeuze. Maar op regionaal en landelijke schaal, dan klopt dat beeld inderdaad dat je 2/3 van de stikstofbelasting afkomstig is vanuit de landbouw. Effecten van stikstof. Nou, er zijn een heel aantal effecten. Om dat meer in detail door te prijzen, dan verwijs ik naar de factsheet. Als eerste, en daar ben ik eigenlijk het kortste over, dat is eigenlijk dat zowel stikstof als fosfaat natuurlijk, die hebben een eutrofierende invloed. Ik denk dat ik daar vrij kort over kan zijn, dat het wel bekend is. Wat misschien minder bekend is, dat nou ja, stikstof kan natuurlijk uit het systeem verdwijnen. Dat is een heel groot verschil met fosfaat. Stikstof kan uit het systeem verdwijnen door denitrificatie. En dat betekent uiteindelijk dat dus nitraat, wat in het oppervlaktewater of in de waterbodem zit, dat kan vervolgens zeg maar in verschillende stappen kan het omgezet worden in stikstofgas. Nou, 80% van de lucht bestaat uit stikstofgas. En er verdwijnt dus stikstof vanuit het systeem. Nou, dat is mooi, denk je, want dan zijn we het om die reden kwijt. Er zit wel één nadeel aan, er gaat iets weg, maar er komt ook bij chemische, er komt ook door de chemie komt er eigenlijk ook zaken bij vrij. Dat is met name eigenlijk bicarbonaat. En bicarbonaat, dat is een bron van koolstof. En dat speelt in harde wateren, waar eigenlijk de beschikbaarheid van koolstof hoog is, speelt dat geen grote rol. Maar je hebt ook zachte wateren. En dat is met name dus voor de bovenlopen van beken bijvoorbeeld, maar ook voor vennetjes enzovoort. Maar daar kan dus, die wateren zijn in de eerste plaats eigenlijk gelimiteerd door koolstof, de primaire productie. En daar kan dus een heel groot effect zijn eigenlijk van dus die toegenomen productie van bicarbonaat, de vorming ervan als gevolg van denitrificatie van het nitraat richting stikstofgas. Nou, ander punt is dat je een sterke disbalans krijgt, want tegenwoordig is eigenlijk stikstof is veel meer eigenlijk in overmaat aanwezig dan fosfaat. En dat vertaalt zich uit, dat vertaalt zich door naar effecten in de voedselketen. Met name in voedselarmere en matig voedselrijke plassen, dan verandert dus de voedselkwaliteit, bijvoorbeeld voor de watervlooien, voor de daphnia's. En dat kan op die manier, als er minder watervlooien komen, kan het ook weer effect hebben op de hele voedselketen. Bijvoorbeeld op de vis, die weer als de jonge vis is afhankelijk van die daphnia's. En daarnaast is eigenlijk, kunnen allerlei giftige stoffen, met name eigenlijk onder zuurstofloze omstandigheden, die kunnen ook optreden door afbraak, zoals Gea eigenlijk ook in haar volgende presentatie toelichten. Nou, daar kunnen ook nitriet kan bij ontstaan. Als je een hele hoge productiviteit hebt, dan kan je ook de vorming van ammoniak krijgen. Er is ook een studie die zegt dat ongeveer 25%
van het Nederlandse oppervlaktewater, dat die drempelwaarde voor ammoniak wordt overschreden. Dus ook die giftige stoffenroute, die kan een duidelijke invloed hebben inderdaad op de ecologie. Dus de hoop ook. Ik maak het verhaal even af. Het kan eigenlijk vrij kort. Dit zijn de drempelwaardes. Wat je eigenlijk duidelijk ziet is dat je grote verschillen hebt eigenlijk tussen verschillende watertypen. En dat de drempelwaarden eigenlijk duidelijk lager zijn in wateren met een zwakke buffering. Dus met lage concentraties van koolstof. En dat als de wateren harder zijn, dat die drempelwaarden dan wat hoger zijn. En ze verdienen nog wel een nadere onderbouwing. Deze drempelwaarden zijn overigens gebaseerd op macrofauna. En die liggen ongeveer, de drempelwaarden liggen dezelfde voor beken die van dezelfde orde van grootte als dat Gea ook net liet zien. En dan is dit het figuur eigenlijk, wat we hier hebben gedaan is dat we die drempelwaarden van die voorgaande sheet, die hebben we vergeleken met de huidige concentraties in de oppervlaktewaterlichamen. Nou, dan zie je hier in verschillende kleuren, zie je dus de overschrijding en lang verhaal kort, naast fosfaat is ook dus stikstof een heel duidelijk knelpunt voor de ecologische doelen in de KW-waterlichamen van Nederland. Dat is hem. Dank je.